Henk de Seeuw, je komt uit Spuien, daar heb je lang gewoond, de KV-bijnaam, maar je hebt zelf ook een bijnaam, ze noemen je Behe. Kom je er eigenlijk aan? Nou, dat was in de tijd aan mijn in Duitsland werken, dan werkte ik daar, even denken hoor, met Rudy van Akker en Jaap Kalersvaart, Pits Schuitvlot, Kees van Doorn van Zaamslag, Karel Le Koeier was er ook nog bij geweest. Kareltje Hofma uit de neuzen. En ja, toen waren we zo hak aan zijn deuren. En toen, toen hadden we een hele dag van die grote brullen over de bouw. We zaten daar op die grote bouwen in het Roergebied daar zo. En dat was ja, daarom het goed naar ons zin. En dan riep ik hele dag, ja, iedereen riep wel natuurlijk, maar ik riep altijd: Begiette! Begiette! Vanaf de bouw van boven. En ja, daar is iets van blijven hangen op een of andere manier, tot nu toe. Dus daar komt het eigenlijk vandaan. En wat betekent de beheer eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Het is gewoon, dat is gewoon ontstaan door, ja, dat woord dat ik altijd riep. En dat was een makkelijk woord en dat vloog eruit en ja, dat zou echt, de betekenis weet ik niet. En ken je ook nog bij namen uit Spuien zelf? Ja, die ken ik er heel veel. Noem er zo'n paar. Nou, bijvoorbeeld Bolletje. Bolletje was Johan Wetter, meester Spuij, gaan we maar zeggen. Die was vroeger vertegenwoordiger. Met Bolletje Eierbeschuit. Wie nou dan nog? Mijn opa, Jan Heijten. Hey, die hadden heel vroeger, en ik ken dat eigenlijk niet meer meegemaakt hoor. Maar ik heb mijn opa wel meegemaakt, maar voor mijn dit dan, altijd Heijten en Knin en noem maar op, en dat was Jan Heijten op Spuien. De fietsenmaker, Ko de Vos, dat was Voskeutel. Ja, wie nee dan nog? Ja, je had er zoveel. En dan overal over vetkoeken en een vent die met zijn fietsen oh, ja, en ja, 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 zo? Ja, dat was Willem Pels. Willem Pels, ja, dat was zijn broer. Dat was Willem de Feiter, die we op het einde van de Potersdik. We noemden dat vroeger Potersdorp, uiteraard. Hey, want dat waren allemaal poters die aan dat woonden, heel veel poters. En ja, Willem die ging altijd zaterdags, een klein boertje was daar, samen met zijn broer op een steegje. En die ging zaterdags altijd naar de Martinaksel om zijn pels. En dat kon je altijd horen, om 12 uur was dat nog sluiten en om 11:15 nam Willem op de fiets. En die hoorde niet onder de spuit, ik hoorde niet aan dat zingen, psalm bijvoorbeeld zong die. Psalm, en dan zei hij, wat er wel een pels tegen. En dan, ja, op een keer, dan moest hij een bochtje pakken naar rechts. En ja, dat kon hij dus niet goed pakken. En dan reed hij met zijn smoel in een ogen. En die bleef daarin staan in dat ogen. Die zat zelf ook half in dat ogen. Die kon hij van zijn fiets af. En dan riep hij zijn broer uit zijn bed, vetkoeken, kom een gynist. Kom een zalpen. Dat zeg ik nou maar. Ja, dat ben ik nooit vergeten. Dat ik denk, dus.